Moeilijke vraag. Welke kleur is mijn trui? Like als je het weet. Wij gaan erachter komen of ik kleurenblind ben. Start de test. Wat zie je hier staan? Oké, dit is best wel duidelijk te lezen. Hier zie je toch gewoon een 1 in staan. Dus dit is dan een 1, denk ik dan maar. Wat staat hierin? Een 9. Ik vind dit tot nu toe nog geen moeilijke kleurenblind zijn test. Maar het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Wist je dat er miljoenen mensen zijn die kleurenblind zijn? Dit is een 4. Dat zag ik best duidelijk. Wat is dit? Het wordt al moeilijker. Ik zie het nog wel. Dit is een 1. Moet haast wel. Dit is een 9. Is ook nog wel te zien. Dit is een 5. Het is ook nog wel te zien voor mij. Maar misschien voor jou dus niet. Wat is dit? Dit is een 6. Een 6. Oh, deze wordt moeilijker. Oké, zie jij wat hierin staat? Laat het weten in de reacties. Wat zeg je? Er staat een 2. Oké, dat denk ik ook. Hier staat weer een 2. Oh, deze wordt lastiger en lastiger. Oké, 4. Dit is een makkelijke. 1. Dit is 9. Oké, even kijken hoor. Chop, chop, chop. 4. Dit is een 6. Die weet ik ook nog wel. Dit is moeilijk. Wat staat hier? Het is een 8. Dit is denk ik een 1, 2. Dit is een 2. Moet wel. Dit is dan weer een 8. Kom op, kom op. En een 5. Oké, die heb ik ook goed. Hiernaast hebben we een 6. Oké, dat is ook goed. En oh, deze is moeilijk. Ik zie letterlijk bijna niet wat hierin staat. Het lijkt op een 7. Het zou ook nog eens een 1 kunnen zijn. Ik denk dat het een 1 is. Oh, en wat is dit? Oké, goed kijken. Wat zie ik? Is het een 8? Nee, het houdt hier op. Het is een 6. En dit is denk ik de moeilijkste van het allemaal. Van alle vragen. Ik zie hier denk ik een 1 in. Is dat waar? Volgens deze site ben ik... niet kleurblind? Ik krijg mijn antwoord niet. Maar als ik mijn e-mailadres invul wel. Ik krijg mijn test bijna te zien. Eerst moeten wij nog een andere test doen. Klik op het kleine vierkantje. Daar zo. Waar kan die nu staan? Dit is een moeilijkere test dan de vorige. De vorige vond ik best makkelijk. Maar het lijkt wel alsof alles hier aan het bewegen is. Oké, daar staat hij. Waar is het vierkantje nu? Daar staat hij. Oké, hij is nu daar. Hij is nu daar. Hij is nu daar. Daar is die. Tot nu toe zie ik alles nog best wel goed eigenlijk. Zal ik dan kleurenblind zijn? Ik weet het niet. Ik volg gewoon het vierkantje. Ik blijf hem heel snel inklikken. Waar is die nu? Oké, nu zie ik hem oprecht bijna niet meer. Maar nog net dan wel. Volgens mij is het hier onder. Waar kan hij nu zijn? Hoe kan het ineens dat hij bijna is verdwenen? Hij is hier zo. Oké, waar is die nu? Waar is die nu? Zien jullie hem? Ik zie hem daar. Het lijkt een beetje op allemaal kleine Minecraft blokjes of zo. Wat allemaal aan het wegen is. Alleen zie ik hem nu oprecht niet. Ik denk dat hij hier boven staat. Ik denk dat dat het was. Waar kan ik hem nu? Oké, even naar achter. Hallo! Is daar een vierkantje? Hallo! Ik zie nergens een vierkantje. Waar kan hij zijn? Ik zie hem nergens. Waar kan hij zijn? Betekent dit dat ik kleurenblind ben? Wow, ik snap dit echt niet. Waar is het vierkantje ineens heen? Ik zie deze niet. Zag jij hem wel? We hebben 5 minuten voor deze test. Welke letter zie ik hierin? Dit is de mooiste letter die er is. Ja, van Alex. Hoppakee. Wat is dit nou weer? Wat voor dier zie je hierin? Ik heb toch geen flauw idee wat voor dier ik hierin zie. Het lijkt niet op een eend. Het lijkt niet op een vogel. Dan moet het een of andere gekke goudvis zijn, denk ik. Kijk naar de foto hier beneden. Wat zie je? Oké, dit is wel duidelijk. Dit is een 6. Die zie ik dan weer wel. En dit ziet eruit als een bootje met een leuk vlaggetje erop, waarmee je lekker kan gaan zeilen. Oké, dus die heb ik ook nog wel door. Dit gaat best goed. Kijk naar de foto. Wat voor patroon zie je in deze foto? Is het een boot? Is het een auto? Is het een vliegtuig? Of weet je het niet? Ik weet het wel. Ik zie 2 koplampen hier en ik zie een raampje. Dit moet wel een auto zijn. Dit is natuurlijk de letter M. Begint jouw naam met de letter M? Wat zie je hier beneden? 73, 62 of 29? Ik zie hier 73. En wat zie ik hier? 75. En hier zie ik 52. En wat zie ik hier? 6, 8, 9. Hoezo staat daar 6, 8, 9? Oh, dat staat eronder. Oké, hier zie ik 8, 0, 6. Maar dit is toch logisch? Ik bedoel, het zijn geen 2 cijfers. En wat zie ik hier? Dit is een lastige. Een pio, sok en goudvis. Een goudvis en een eend. Een eend en een konijn. Of weet je het niet? Het lijkt op iets met een konijn. Ik bedoel, je ziet hier konijnoortjes. Ik weet alleen niet wat dit is. Maar ik ga sowieso voor een konijn. Ja, ik ga voor een konijn. Oh, dit is een lastige. Ik zie dit oprecht bijna niet. Wat staat daarin?
Dit is een... Zien jullie wat daarin staat? Het lijkt naar mij op een soort 5. Ik denk een 5. Ik denk dat het een 5 is. Kijk naar de foto beneden. Wat zie je? Oké, dit is 29,45. Dit is een roze lijn. Ja, een roze lijn. En wat staat hier? Area ime. Dat. Geen idee wat dat betekent. Hier staat een R en hier staat een E. Dat is duidelijk. Oké, hier staan 2 teksten. Welke tekst heeft het meeste letters? Is dit een strikvraag? Natuurlijk de groene. Die is veel en veel langer. Oké, ik heb een 9 van de 10. Ik kan dus best wel goed kleuren zien. Tot rijmt. Ik heb hier ook de score van de eerste kleurenblindtest naast me staan. En daar staat dat ik gewoon normaal kleuren kan zien. Daar ben ik super blij mee. Klik op een van deze 2 video's. Die moet je gezien hebben. Doei!